Een van haar collega's van toen is ex-omroepster en presentatrice Paula Semer. Mevrouw Semer, een goedemorgen. Goedemorgen. Ja, niet echt een goedemorgen natuurlijk met dat nieuws van gisteren. Wist u? Nee. En te meer dat ik ook met een longontsteking aan huis gekluisterd ben. Oei, meent u dat? Voorzichtig daarmee zijn, mevrouw Semer, want u... Ja? Ja, het gaat allemaal wel hoor. Maar mogen wij u naar uw leeftijd vragen? U bent iets jonger, denk ik, hè? Nee, ik ben 92. Ik ben van 25. Oh. En Terry was van 31. Maar u klinkt er nog altijd 25. Ik eigenlijk ook. Zo fris en zo kwiek. Ja. Zeg, had u nog contact? Want u hebt samengewerkt destijds op de BRT. Ja, maar de laatste... het laatste jaar was dat contact verdwenen. Dat was doodgebloed. Ah ja, het laatste jaar. Ze is nog op mijn 90ste verjaardag geweest, hier in Brussel, op Flaget, in Studio 1. En dat is eigenlijk de laatste keer dat ik haar in levende lijve heb ontmoet. Ja, hebt u goede herinneringen aan die tijd samen op de BRT? Ja, maar ik kende Terry al van voor de start van de televisie. Zij ging naar school in Antwerpen in wat wij de Oudaan noemden. Ja, een oefenschool voor de leerlingen van de normaalschool. De toekomstige onderwijzeressen. Ja. En ik heb daar een paar proeflessen gegeven aan leerlingen, waarbij Esther Verbeek, Stertje werd zij genoemd, Staartje in het Antwerpse, omdat zij een lange zwarte vlecht had. Ja, en u zag u daar dan met, want ja, ze is dan van naam veranderd toen ze ja, op de BRT is gaan werken. En getrouwd is met een voetballer zeker, hè? Klopt. Ja, met Jos van Ginderen. En ze heeft de naam van haar echtgenoot overgenomen. Maar zag u daar in de Oudaan al het talent dat ze had? Oh, dat kan ik mij niet herinneren. Dat was de lagere school. Ik denk dat niet. En in een modelles moet vooral de onderwijzeres tonen. Ja. Dat ze er iets van kent, hè. Ja, dat is enfin, dat waren proeflessen. Maar zij herinnerde zich dat nog zeer goed. En ik ook. Ik herinnerde mij haar ook nog goed. Hoe was die sfeer samen zo in de begindagen van de BRT? Wij zagen elkaar zeer weinig tijdens de omroeperij. Dat was eerder buiten de televisie, als we voor het radio- en televisiesalon en zo, en het televisiebal. En dan als wij samen zijn modeshow presenteerden en zo. Maar op de televisie zagen we elkaar heel weinig. Maar en ging dat dan goed achter de schermen? Hè? Want je hoort wel zo vrouwen onder elkaar, zeker in de showbusiness. Daar zullen wel eens conflicten geweest zijn voor de dienstlijsten. Ik wil wisselen. Dat was altijd een delicate punt. De lijsten, wanneer wij moesten werken en wanneer niet. En wij hadden natuurlijk allemaal onze snabbeltjes wij kennen dat, ja. En dan werd er iets gewijzigd en dan kon het al wel eens stormen, ja. Mevrouw Semer, nu ook met het overlijden van de legendarische tante Terry. Ik denk dan aan de grote namen van de televisie in de beginjaren die wij ook gekend hebben. Hè? Ja. We zijn een heel stukje jonger. Maar u bent bij de laatste die overblijven. We hebben u nog even nodig. Hè? Ik denk dat ik de oudste overlevende ben. U klinkt nog fantastisch. Belooft u ons dat u op uw 92... Ja, ik zei al dat ik dacht dat u jonger was, maar op je 92ste leeftijd goed voor jezelf gaat laten zorgen, want zo'n longontsteking, daar moet je voorzichtig mee zijn. Hè? Ja, de dokter zegt, het is een ernstige ziekte. Ja, is ook zo. Omdat ik al die dingen niet zo erg serieus neem. Nee, moet je wel doen, hè? Want we willen nog even in onze midden, hè? Ik doe mijn best. En het is fijn om met je te praten. Je hebt nog altijd een prachtige radio- en televisiestem, moet ik zeggen. Nu moet je mij niet de hemel in prijzen. Nee, dat gaan we niet doen. Prijzen je hier gewoon op de aardbol. Daar hebben ze nu al een ontvangstcomité voor tante Terry klaarstaan. Daar zijn ze wel even zoet, denk ik. Dank u wel dat we aan de lijn konden krijgen. Geen dank hoor. Het is met plezier gedaan. Goed, tot nog eens. Hè. Dag. Dag. Show all the way.